Alright, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this doo-doo crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA. I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So get your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior seniors, it's to move your feet. Yo. You bring the buckets, I bring the refreshments. And stay fresh to death like I'm choking on a breath mint. I feel I can fly. I'm on 6, 7, 8 cloud. Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Nou, het is inmiddels al woensdag. En normaal had ik al 2 vlogs. En ik ben nu eigenlijk pas begonnen. Het is 12 uur. Ik ga zo naar bed toe. Dus ik maak het niet al te laat. Maar ik heb de afgelopen 2 dagen niet gevlogd. De afgelopen 3 dagen niet gevlogd. Ja, zondag was mijn laatste vlog. Dat was die wedstrijd van Feyenoord tegen FC Utrecht. En daarna heb ik eigenlijk niet meer gevlogd. Waarom heb ik niet gevlogd? Ik weet het momenteel even niet meer. Ik had vorige week al een vlog gemaakt. Van, ja, dat ik het even niet meer weet. Ik heb weinig te melden, weinig te doen. En dat ik minder ga vloggen. Nou, dat is nu dus eigenlijk ook weer het geval. Ik ga niet stoppen met vloggen. Maar er kunnen dagen van 3, 4 dagen tussen zitten voordat er weer een nieuwe vlog komt. Gewoon omdat ik niks te melden heb, niks te doen heb, niks meemaak. Gewoon werken en dan kom je thuis en dan heb je eigenlijk lekker even een avondje lekker rust. Mag ik ook wel eens even doen. Dus momenteel weet ik het even niet wat ik moet vloggen als ik thuis ben. En dat worden allemaal van deze vlogs allemaal binnenshuis en korte vlogs van 3 minuten misschien. En zitten jullie daar wel op te wachten? Zitten jullie wel te wachten op een vlog waar ik weer ga zeggen van, nou ja, ik heb vandaag dit en dat gedaan. Nou ja, dat was het eigenlijk wel. Verder heb ik eigenlijk niets te melden. En zoek het maar uit. En ik ga de vlog afsluiten. Zitten jullie daar wel op te wachten? Nee. Ik vind ook dat mijn kanaal steeds meer in de kijkers trek. Abonnees lopen een beetje terug. Dan weer omhoog. Dan weer terug. Blijf een beetje steken op 402 abonnees. Dus ik stop met het vloggen als ik niks te melden heb. Daar stop ik mee. Ik heb er geen zin meer in. Alleen nog maar leuke. Ik wil eigenlijk alleen nog maar leuke video's uploaden als ik echt wat heb. En ja, momenteel is dat even heel erg karig. Er komen wel weer hele leuke vlogs. Komen er weer aan. Ik ga het dit weekend naar de Efteling toe. Even kijken hoor. Dit weekend ga ik naar de Efteling. Dan zondag is Ramon er niet bij. Maar ga ik met Vincent en Tessa naar Feyenoord Vitesse. Het weekend erop ben ik een weekendje weg. Dan gaat Ramon ook mee. Waar ga ik natuurlijk nog niet vertellen. Maar dat zien jullie vanzelf wel als het zo is. En het weekend daarop zijn ook weer Vincent en Tessa erbij. Ramon is erbij en Kevin. En dan gaan we naar onze buitenlandse. Ja, het is in het buitenland, het is niet in Nederland. Maar gaan we een pretpark buiten Nederland bezoeken. Ga ik ook lekker niet vertellen wat het is natuurlijk. Want het blijft lekker een verrassing. Maar er komen dus nog wel hele leuke vlogs aan. En die vlogs, ja, ik vind die vlogs eigenlijk voorrang hebben op de no-nonsense video's die ik nu maak, waar ik niks te melden heb. En ik heb natuurlijk weer de afgelopen 2 weken of zo
vlogs gemaakt, van tevoren opgenomen. En dan een week later werden ze gepubliceerd. Ja, jongens, als ik 7 dagen een vlog gemaakt heb waar ik niks te melden heb. En daarna komen weer 4, 5 leuke vlogs. Dan heb ik zoiets van, nou ja, dan heb ik eigenlijk liever dat er die leuke vlogs eigenlijk naar voren komen. En voorrang hebben op vlogs waar ik tot niks te melden heb. Dus wat dat betreft zullen er even een paar gaten tussen vallen qua dagen met vlogs. En gewoon alleen maar leuke vlogs die vind ik voorrang hebben. Ook ga ik weer livestreamen. Ik ga toch weer vanaf... ik weet nog niet of dat ik deze week of dat ik deze week er al aan ga beginnen. Of ik ga het misschien volgende week eraan beginnen. Maar er komen ook in ieder geval weer livestreams. En ik ga ook weer GTA spelen. En jullie hebben het al gehoord, ik ga naar de Efteling. Dus dat wordt ook weer een leuke vlog. En ik ga het in ieder geval weer... Planet Coaster wil ik in ieder geval weer gaan livestreamen. En GTA 5. Ja, daar heb ik wel ontzettend veel zin in. Breng ook een beetje de abonnees weer omhoog. En ook weer een beetje verandering. Want momenteel zijn het eigenlijk alleen maar vlogs allemaal. En ik wil eigenlijk ook wel weer gaan livestreamen. Het kanaal is natuurlijk begonnen... ook met vlogs, maar ook met livestreams. En momenteel zijn er bijna geen livestreams meer. En zijn het alleen maar vlogs. En toch wil ik dat, ik wil dat toch weer terugbrengen tot ook weer leuke livestreams. Dus een hele hoop veranderingen op mijn kanaal deze week. Minder vlogs, maar wel leuke vlogs. Dit was even een vlog over, dat ik het even met jullie wou delen. Ja, hoe ik er een beetje tegenwoordig over na zit te denken. Of ik heb er van de week over nagedacht. En ik ben niet tevreden over mijn kanaal momenteel. Daardoor dus. En dat heeft me aan het denken gezet. Ik heb eigenlijk een beetje de afgelopen 3 dagen na zitten denken over hoe ik het beste verder kan. En dit is er eigenlijk uitgekomen. Dit was eigenlijk mijn eindconclusie eigenlijk. Hoe ik het beste verder kan gaan om jullie leuke video's te geven en niet vlogs te maken waar geen inhoud en geen dingen in zitten. Dus blijf kijken, komen dus nog hele leuke vlogs aan. Een weekendje weg, Efteling, weekendje weg, de trip naar een pretpark buiten Nederland. Dus zeker weten, blijf zeker weten geabonneerd op mijn kanaal. En dan komen er vanaf nu alleen nog maar leuke video's met inhoud. Nou, ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even een duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Your Tracks. En druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. Als er weer een nieuwe video of een livestream is. Dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groetjes van deze kant. Ja, ik ga er vandoor, jongens. Ik heb geen zin meer. Oh, mijn poot. Ik ga weer op mijn bek, hoor. Het is weer zover. Ik ga er vandoor. Ik heb geen zin meer in. Ik ga het lekker die camera uitzetten. Ik ga naar bed, want het is al 00:30. En ik ben moe. En ik val bijna in slaap. Jongens, groetjes allemaal. En ik zou zeggen, bye bye. Tot de volgende vlog. Hoi.